ga een filmpje maken. We zijn in Weerselo. Ik ben hier eerder geweest voor de mensen die me volgen. Het is de Reginiuskerk midden in Weerselo. We zijn met de laatste dingetjes bezig om een mooie afscheid. Twee dagen weer vanavond de avond waken of een herdenkingsdienst. En morgen de begrafenis hier te mogen vormgeven in een kerk. Waarvan de koster net zei van ik heb hem eigenlijk nog nooit zo vol in de kaarsen gezien. Dus ook een kerk. Nog maar 50 jaar oud, een moderne kerk dus, kunnen we het best heel erg warm krijgen. Je moet er even kaarsen voor aansteken, maar dan heb je ook wat. Tenminste, dat vinden wij dan altijd leuk om te doen. Dus we zijn hier, staat hier, de Reginiusparochie. En ik laat jullie even zien, een kerk, nog maar 50 jaar oud. En wat uit kan zien. Nog in de voorbereiding. Binnenkomst natuurlijk de condoleantse tafels. En dan door de deur, allemaal wat moderner. Maar daardoor niet minder mooi. Er zijn wat mensen van het koor die gaan zo inzingen. Het ging mij eigenlijk om van goh, ook een kerk, wel of niet uit de eredienst onttrokken, is natuurlijk een fantastische afscheidslocatie. Of je nou wel of niet. Iets met dat geloven, de ruimte op zich is zo sfeervol. Ik loop er gewoon even met jullie doorheen. Om te kijken hoe je dit met eigenlijk een paar uur werk en veel kaarsen. En lieve mensen van deze kerk waar we dit ook mogen doen. Heel sfeervol kijken. Moderne kerk, moderne banken, maar wel sfeervol. Mensen die hier achter bij het altaar van staan, zijn de mensen die voorgaan en deze kerk beheren. En wel heel leuk om te zien dat ook zij een filmpje maakten om het feit dat het zo anders eruit kan zien in beeld komt. Vanavond is een herdenkingsdienst waar 300 mensen verwacht worden. En morgen een begrafenis voorafgaand. Ook weer aan mijn dienst. En loop maar mee, ik denk dat ze mooi zijn. En ik leer hiervan, het is een katholieke kerk, katholieke gebruiken. Ik leer daarvan, ik vind het mooi, ik ben zelf niet katholiek, maar ik ga het steeds meer waarderen dat rituelen, ik las het vandaag nog in de krant, rituelen op deze manier vormgegeven worden. En voor iedereen heeft dat een andere waarde, maar ja, ik vind het wel heel erg mooi. Familie zit hier vooraan, hebben we plekken voor gereserveerd. Er is nog een heel groot orgel achter in de kerk. Dat bankje is om de straat, hè? Nou, ik dacht eerst dat hij. Voor mij ook wel. Nou, een beetje binnen de deur zitten hier. Hier? Ja, ik kan het niet goed zien. Nou, je gunt me wel wat, hè? Kijk, zo kan er ook samengewerkt worden. Geweldig.